Kent u die van die twee wissels in Driebergen-Zeist? Die zouden we tijdens werkzaamheden voor het prachtige nieuwe stationsgebied enkele jaren geleden netjes ontmantelen en dan proberen ergens anders te hergebruiken. De wissels konden we nog prima op een andere plek neerleggen. Maar door de gewijzigde layout van de sporen waren ze in Driebergen-Zeist niet meer nodig. Het was een mooi plan, maar het ging er ook op. De treinvrije periode was te kort om de wissels er netjes uit te krijgen. En daarmee gingen de wissels van prachtig 100% hergebruik naar laagwaardig schoot. Om eerlijk te zijn, was het ook nog een flinke uitdaging geweest om de wissels ergens anders in het Nederlandse spoornetwerk te hergebruiken. We hebben strenge veiligheidseisen en ontwerpvoorschriften en die vinden we essentieel, terecht. Dus je kunt niet zomaar ergens een door de leverancier refurbished wissel neerleggen. We zijn er dus nog niet. Toch zullen we eraan moeten geloven. Als we echt toe willen naar een circulair systeem, dan betekent dat allereerst je eigen spullen zoveel mogelijk hergebruiken. Dus als iets uit het spoor komt, jezelf eerst afvragen, wat is de restlevensduur? Is die nog tientallen jaren, dan is het zonde om weg te gooien. Daarmee besparen we veel geld en CO2. Win-win zou je zeggen. Maar door onze eigen strenge regels is dat hergebruiken zo makkelijk nog niet. Hergebruiken moet je op dit moment echt willen. Het komt je niet aanwaaien. En dus zijn we afhankelijk van individuen die intrinsiek gemotiveerd zijn om zoveel mogelijk te hergebruiken. Gelukkig zijn die mensen er. En daar zijn we super trots op. Zoals in ons gebied de Randstad Noord, wat Noord-Holland, Flevoland en Utrecht beslaat. Waar onze vakspecialist civiel Remco Verloop bij elk vrijgekomen wissel en dwarsligger kijkt, kan ik dit nog hergebruiken? Kan ik deze nog inzetten? En zo ja, dan slaat hij het op en regelt hij het allemaal. En zo verwacht Remco dit jaar zo'n 4500 dwarsliggers te kunnen hergebruiken. Hij bespaart daarmee bijna 300.000 euro en daarnaast nog eens een behoorlijke portie CO2. Dan hebben we het over één bevlogen mens. En we moeten er naartoe dat hergebruik voor iedereen de eerste stap wordt. Thuis gooi je spullen toch ook niet zomaar even weg. Die gaan marktplaats op. Dus laten we dat met ons spoormateriaal ook doen. Neem bijvoorbeeld staal. Al ons spoorstaal is verantwoordelijk voor een uitstoot van zo'n 13 kiloton CO2 per jaar. Van de in totaal 115 kiloton CO2 die vrijkomt bij het produceren, verplaatsen, inbouwen, onderhouden en verwijderen van ons spoormateriaal. En het mooie is, ons spoorstaal is heel hoogwaardig staal. Het heeft prachtige eigenschappen die heel interessant zijn. Ook nadat de staal heeft gefunctioneerd als spoorstaaf. Zeer gewild in de markt. Dus zo moeten we dat spoorstaal als het vrijkomt ook behandelen. Als hoogwaardig staal. Met letterlijk nog een hoge waarde. Alleen dan gaat het lukken om die keten te sluiten. Als ProRailers realiseren we ons dat we een belangrijke sleutel in handen hebben op de lange weg naar klimaatneutraal werken. Samen met andere opdrachtgevers in Nederland kunnen wij een voorbeeldrol spelen. Als wij duurzaamheid serieus nemen, dan volgt de rest. En dat geeft ons veel verantwoordelijkheid. Niet alleen voor toekomstige generaties, maar ook voor aannemers, ingenieursbureaus en andere partijen die betrokken zijn bij onze spoorsector. Het ecosysteem gaat de komende tientallen jaren volledig op zijn kop. En wij zullen daar heel voorzichtig mee om moeten gaan. Tegelijkertijd zijn wij het die die verandering moeten forceren. Maar dan wel samen met die markt. Welkom. Welkom bij de eerste week van de circulaire economie. 5 ochtenden lang gaan we kijken hoe we circulair kunnen verbinden, verbeteren en verduurzamen. Want wat is een duurzame en circulaire toekomst voor het spoor? De komende 5 dagen kijken we naar de opgave, de verbeeldingskracht en het opdrachtgeverschap achter het spoor. Dat doen we live vanuit Pakhuis de Zwijger. En het hele programma is te zien op hetcirculairestation.nl. Meepraten kunt u als altijd via de Zoom. En vandaag kijken we met name naar wat is precies die opgave in dat circulaire spoor. Dat doen we de fysieke opgave, maar dat is ook de financieel-juridische opgave. En misschien voor vandaag nog wel het meest belangrijke, de mentale opgave. En het is nogal een opgave. Als we het hebben over het spoor, gaat het over 400 stations, 1700 technische gebouwen, bijna 9000 hectare grond, dat is bijna zo groot als de stad Utrecht, 12 miljoen kilo afval van 1,3 miljoen reizigers, 3434 kilometer spoor, 800 miljoen kilo staal, 17 miljard kilo beton en een ambitie om in 2050 100% circulair te zijn. Circulair.
is een economisch of een productiesysteem gebaseerd op hergebruik en hernieuwbare grondstoffen. Met 100% groene duurzame energiebronnen en zonder afval. Het spoor lijkt daarvoor bij uitstek geschikt. Veel grond is al natuur rondom het spoor. Er is ruimte voor ecologie en voor productiebossen. Er zijn al veel gebouwen die maatwerk zijn rondom de stations. Maar er zijn ook praktische bezwaren. Dat gaat dan over hoe je van een klassiek bouwproces naar een gedeelde verantwoordelijkheid gaat. Hoe je op allerlei mogelijke manieren organisatieprocessen verandert. Zowel financieel of belastingtechnisch als ook op de werkvloer. Het gaat over vooroordelen, over dingen die in ons hoofd zitten. En misschien ook wel over hoe we de circulaire ambitie combineren met de allereerste verantwoordelijkheid van het spoor. Namelijk veiligheid en een systeem dat te alle tijden moet rijden. Het eerste panel wat we vanmorgen bij elkaar hebben is een panel van de drie grote drijvende krachten achter die transitie naar het circulaire spoor. Dat zijn Astrid Bunt, directeur stations van ProRail, Sebastiaan de Wilde, directeur vastgoed NS stations en Erik Luiten, de spoorbouwmeester. En voor dit gesprek is het denk ik van belang om te weten dat we dat meteen ook even afgescheiden hebben. ProRail, en jullie moeten maar zeggen of ik het goed zeg, gaat over het spoor en de infrastructuur en is de grondeigenaar. NS gaat over het vervoer van de reizigers en over de exploitatie van het vastgoed. En de spoorbouwmeester is door beide organisaties aangesteld om de kwaliteit van die opgave te bewaken. Zeg ik dat goed, heren en dames? Helemaal goed. Goedemorgen, welkom allemaal. Jullie hebben alle drie te maken met de Rijksambitie om circulair te zijn in 2050. En jullie komen waarschijnlijk ook alle drie praktische bezwaren tegen en bottlenecks in die opgave. Ik vroeg me af, voordat we beginnen over wat er allemaal nog moet gebeuren, wat is de grootste winst die te behalen valt? En dan begin ik bij Astrid. Dankjewel, Anira. Een van de grootste winsten, dus laat ik het zo zeggen, er is gewoon heel veel te doen. Maar de grootste winst zit in de bestaande gebouwen. Omdat het daar ook het lastigste is, hè, de bestaande infrastructuur, om daar nog circulair in te worden en circulairder in te worden. Terwijl in een nieuw project of in een nieuw station, hè, waar we het vandaag over hebben, kun je van meet af aan dat goed oppakken. En in je vereisten opnemen. Terwijl in de bestaande infrastructuur en daar de verduurzaming en circulair te worden, dat is echt lastiger. En als jij vanuit ProRail directeur stations bent, wat is dan precies jouw verantwoordelijkheid ten opzichte van bijvoorbeeld Sebastiaan? ProRail is de wettelijk beheerder, de spoorbeheerder van Nederland. Ja. Dat betekent dat wij in opdracht van het ministerie goed moeten zorgen voor alle infrastructuur. Dus voor dagelijkse beheer daarvan, voor de ontwikkeling daarvan, hè, dus de vernieuwingen daarvan. Maar ook voor het ontwikkelen van een lange termijn perspectief. Dus dat is zeg maar het hele proces rondom die infrastructuur. Dat is waar wij verantwoordelijk voor zijn. We hebben een samenwerking met NS Stations op basis van oude afspraken uit 1995, want toen waren wij een prachtig bedrijf samen. Maar bij de splitsing is er een verdeling gemaakt van die verantwoordelijkheden. En de NS die voert voor ons het dagelijks beheer buiten uit. En is natuurlijk de grootste vervoerder in Nederland. En NS heeft een stuk vastgoed rondom die stations die ze zelfstandig kunnen en mogen ontwikkelen. Sebastiaan, als de grootste winst te behalen valt in de bestaande voorraad, dan is dat ook meteen ook een groot deel van jouw verantwoordelijkheid en opgave binnen NS, stel ik me zo voor. Dat is waar nu eigenlijk het meeste gebeurt. Het leuke is dat ik ben zelf jaren geleden al geconfronteerd met die circulariteit, onder andere via kredel te kredel. Het was inderdaad nieuwe gebouwen, helemaal circulair ontwerpen. En dan loop je aan dat je het helemaal perfect wil doen. En wat de laatste jaren zo mooi is dat we uit de bestaande voorraad, die helemaal niet ontworpen is op circulariteit, zoveel circulariteit aan het halen zijn. Het voorbeeld van Hans van Leeuwen net over de wissel is mooi. Maar ook over treinen die we op dit moment uit elkaar halen en die gewoon treinen eindigen als delen van fietsenstallingen, als dwarsliggers onder het spoor in een kunststofvorm. Ik denk dat daar juist zoveel creativiteit in zit en zoveel gebeurt. En dat is echt ontzettend mooi. En Erik, als spoorbouwmeester breng jij de ambities van zowel het Rijk als beide bedrijven samen in ook een kwalitatieve ambitie. Waar zie jij de grootste circulaire opgave?
Die zie ik. En sinds eind vorige week heel concreet eigenlijk, of steeds concreter zou je kunnen zeggen, in de grote transformatie die we nog met z'n allen aan het uitvinden zijn. Om het spoor nog veiliger, nog effectiever, nog beter te laten functioneren de komende jaren. De staatssecretaris heeft de ontwikkelagenda, het toekomstbeeld openbaar vervoer net gelanceerd, opgestuurd naar de Kamer. En als je dat tot je door laat dringen, wat er nog aan groot werk te verrichten is de komende jaren, de komende decennia moet ik zeggen, kijk 20 jaar vooruit. Ja, daar gaat het ontwerpershart natuurlijk wel harder van kloppen. Dat is duidelijk. Hè? Want wij zijn natuurlijk vooral benieuwd ook naar dingen die nog moeten veranderen. Dat is eigenlijk, dat zit in onze genen. En noem eens wat van die grote opgaven die geformuleerd zijn daarin. Nou, wat vrij expliciet geagendeerd staat, is bijvoorbeeld het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol. Dat is een hele concrete wens van de metropoolregio Amsterdam. En die is eigenlijk, ja, die staat eigenlijk niet meer ter discussie. Dat is eigenlijk zo'n project waar de krachten zich bundelen. Maar er zijn ook een paar grote stations die nog vernieuwd moeten worden. Soms vrij stevig vernieuwd. Ik noem Nijmegen als een hele interessante casus waar het programma Hoogfrequent Spoor het station raakt en daardoor een grote verbouwing moet plaatsvinden. Maar ook Amsterdam Centraal gaat de komende jaren behoorlijk op de schop. En dat zijn allemaal, vind ik, kansen. De kansen voor een expliciete circulaire klus. Hoe gaan we daar om met de spullen die we eruit halen, de spullen die we er weer in moeten stoppen? En hoe gesloten kun je die ketens maken? Daar ligt een op allerlei schaal en abstractieniveaus een klus. Kansen in de opgave die op de komende 20 jaar op ons bordje liggen. Hoe verhoud jij je in die zin tot Astrid en Sebastiaan? Doe jij advies? Zeg je van nou, vandaag gaan we dat station op die manier aanpakken? Of waar, hoe overloopt jullie contact / overleg? Nou, we hebben intensief overleg, kan ik je zeggen. Ik zie mensen van NS en ProRail wekelijks rondom de opgave die er in de stations, want we hebben er maar liefst 400 in Nederland, allemaal spelen. Het bureau Spoorwegmeester is door beide organisaties, door beide bedrijven eigenlijk opgericht. Dus wij bedienen beide in een gelijkwaardige, maar onafhankelijke positie. Dat betreft de configuratie van nieuwe stations situaties. Het betreft inrichtingsvoorstellen voor stationshallen, voor perronindelingen enzovoort. Tot en met de vormgeving en materialiteit van allerlei voorzieningen die in de stations en buiten de stations moeten worden geplaatst. Zodat reizigers uiteindelijk onbekommerd, drempeloos, vanzelfsprekend hun weg kunnen vinden en hun trein kunnen halen. Dat is eigenlijk essentie ons werk. En Astrid, binnen die enorme opgave die nog of in het verschiet ligt, alle kansen die er ook zijn, waar staat ProRail nu zo'n beetje? Hoeveel procent van de dagelijkse voorraad / bedrijfsvoering is op dit moment al circulair te noemen? Oh, dat zou ik niet weten, Indra, als het gaat over percentages. We zien dat we het steeds beter doen en steeds meer doen op de primaire grondstoffen. Dus het voorbeeld wat Hans van Leeuwen aanhaalde, ten aanzien van die wissels, dat gebeurt nu steeds. Hè. Dus we kijken steeds waar kunnen we materialen die we weghalen hergebruiken. Een ander voorbeeld is de perronkappen. Hè. We hebben in Nederland prachtige historische perronkappen. Die zijn we nu echt aan het herstellen, maar per stuk aan het kijken hoe kunnen we die weer terugplaatsen. Dus die worden niet meer vernietigd of iets dergelijks. Die worden echt weer helemaal in ere hersteld en teruggeplaatst. Als je mij cijfers vraagt, kan ik je geen antwoord geven, heel eerlijk gezegd. En Sebastiaan, hoe zie jij dat? Het mooie is natuurlijk 100% circulair is van nul naar alles. En we hebben daar nog 30 jaar voor. Dus we gaan er een hele week over praten. Ik heb behoefte aan een begin. Wat is onze nulpositie?
Nou, de nulpositie voor NS is dat wij 99% van de treinen circuleren. Dus dat is echt wel heel gaaf. Mm-hmm. Alleen dat is ook makkelijker, omdat al die treinen uiteindelijk in series, dan heb je het over 100 van dezelfde treinen. Is circulair maken makkelijker. Mm-hmm. Onze stations zijn bijna allemaal anders. Dus daar moet je gaan kijken naar de componenten. Bijvoorbeeld de perrontegels of de perronkappen die van gietstaal zijn. Allemaal gietijzer zijn. Eigenlijk moeten we daar veel meer op de componenten gaan kijken, niet op het gebouw als geheel. Dus daar ligt eigenlijk een andere opgave. En daar zijn we nu een aantal jaar mee bezig, de eerste stappen gezet. En ik denk dat vooral het met elkaar op die manier werken belangrijker is dan het percentage. Want als deze spreekwoordelijke trein eenmaal rijdt, dan gaat een heleboel ook vanzelf. Het is ook de goede gedachte erbij en de goede aandacht. Maar we zijn er nog lang niet, hoor. Nee, en jullie... Lang niet. We hebben echt een hele opgave. Ja, en jullie CFO Hans van Leeuwen, jullie refereerden al aan de column die ook online staat op jullie website. Hè? We moeten er aan geloven, we willen erin geloven, maar er gaat niets vanzelf. Dus Erik, even voor jou de laatste vraag voordat we naar het volgende panel gaan. Wat is de grootste versneller? De grootste versneller? Sebastian heeft natuurlijk ook gelijk dat het openbaar vervoer per trein is inherent duurzaam, zou je kunnen zeggen. Dat is, hoe meer mensen er met de trein reizen, hoe beter dat is voor milieu, voor grondstoffen, voor energiegebruik enzovoorts. Daar, denk ik, is niet meer zo heel veel te halen. Ik geloof erg in de bouwopgave voor de komende 20 jaar. Dus dat wat nog moet worden toegevoegd aan het hele systeem, de hele verbouwing van stationscomplexen, het toevoegen van technische gebouwen enzovoort. Dus die bouwopgave, daar zit volgens mij de grote sprong voorwaarts. En het feit dat we het op gang aan het komen zijn, wil vooral ook zeggen dat er heel veel belofte is. Dus ik ben daar optimistisch over. Dank jullie wel, Astrid, Sebastian en Erik. We zien jullie nog terug met een klein uurtje om ook dit blok weer af te sluiten. Het bouwproces en de gebouwen, jullie noemden het al, laten we daar eens verder naar kijken. Hoe ziet zo'n circulair station, zo'n circulair spoor eruit? Wat zijn de kansen die we hebben om dat te maken en hoe ontwerpen we dat? Daarvoor zijn drie ontwerpers in de Zoom. Peter van Asje, oprichter van SLA. Jan Jongert, oprichter van Superuse. En Hans Hamming, partner bij de SEA. Welkom, alle drie. Jullie hebben alle drie een korte presentatie van circa 6 minuten voorbereid. Ik stel voor dat we beginnen met z'n alle drie achter elkaar te doen. En dat we dan met z'n drie even verder praten. En dan wou ik vragen aan Peter om te beginnen. Dankjewel, Indira. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat ik hier kan zijn vanochtend. Sorry. Laten we beginnen met de presentatie die ik heb voorbereid. Dat zijn een aantal slides achter elkaar. Die komen denk ik zo in beeld. En dan wil ik het graag hebben over architectuur en circulariteit. Dat gaat dan volgende. Dat gaat... dan over meer dan alleen materiaal. Het gaat ook over circulair denken. Volgende dia. Mijn naam is Peter van Assen, architect van bureau SLA uit Amsterdam. En daarnaast lector aan de Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten, Academie van Architectuur. Waar ik onderzoek doe, 1 dag in de week, naar architectuur en circulariteit. Volgende. En wat we zien is, in het oude systeem hebben we het vaak over... van grondstof naar vuilstort. We halen grondstoffen op, we maken iets en dan gaat het uiteindelijk na het eind van het leven naar de afvalberg. Volgende. En wat we zien is dat we langzaam toegaan naar iets van gebruik naar weer gebruik. En daar zijn allerlei strategieën voor bedacht, allerlei manieren voor gevonden, allerlei diagrammen voor gemaakt. En als je ziet de volgende, dan is dat vaak iets met een cirkel. Volgende. Materialen komen in een circulaire economie, volgende. En je kunt nu een aantal slides doorklikken hoor, Laura. Die gaan dan achter elkaar door in een soort dans van materiaal, mens en programma. Hè. Materialen draaien zoals mensen, niet in rondjes. Onze wereld draait ook niet in rondjes. En dat geldt voor materialen ook. En als we de simplificatie van die diagrammen, die
waarbij het lijkt van je moet dingen hergebruiken en het rondje maken, anders leest, dan ontstaat er als het ware een soort dynamisch geheel waarbij mens, materiaal en functie en programma eigenlijk een hele mooie, enerverende relatie tot elkaar aangaan. Volgende. En wat we zien is dat de lineaire economie, onze oude economie, is eigenlijk een oversimplificatie van een wereld die van nature al heel circulair in elkaar zit. De natuur die heeft nooit de neiging gehad om lineair te gaan denken, zou je kunnen zeggen. De natuur is van nature al circulair, want dat is nou eenmaal hoe de natuurlijke staat van mens, dier en alles eigenlijk in elkaar zit. Wij hebben ooit het begrip lineaire economie uitgevonden door alleen maar een stukje van die natuurlijke levenswijze te beschouwen. En dat is meestal een stukje waar er iemand geld verdient. Waardoor je die rare route hebt van grondstof naar afvalberg. Volgende. Het goede nieuws van de circulaire economie is natuurlijk dat je overal geld kunt verdienen. Hè? Het verdienmodel zit als het ware overal. Als je maar meedoet met die dans van materiaal, mens en functie, dan eigenlijk zit er overal mogelijkheid om mee te doen. En dus ook overal geld te maken als dat het doel in je leven zou zijn. Natuurlijk, het is veel leuker om na te denken over wat voor mooie wereld je dan krijgt. Volgende. Wat ik laat zien is dat het dan meer gaat om als het ware een soort hygiënische handelingen. Circulair denken zou je kunnen opvatten als vroeger gebruikten wij slechte materialen, maar vanaf vandaag gaan we goede materialen gebruiken. We doen hetzelfde als vroeger, maar vanaf nu heb ik schone handen. Dus het is, je zou kunnen denken dat het een hygiënische operatie is, een hygiënische opgave is. Maar mijn stelling is dat het impact heeft op ons hele denken, op ons hele doen, op ons hele handelen in een groter perspectief, waardoor het leven ook veel leuker wordt. Het is niet meer van schuld door mijn grote schuld, maar eigenlijk komt er een soort opening in je leven waardoor het eigenlijk veel prettiger en leuker en interessanter wordt. En dan is het meer dan van slecht nieuws naar goed nieuws, maar hebben we mogelijkheden die we vroeger niet hadden. Ik zal dat illustreren aan de hand van zes thema's en die illustreren met projecten die wij als bureau hebben gedaan of die we nog gaan doen. Ik begin met materiaal, volgende. Materiaal is natuurlijk voor een deel hergebruik, volgende. En daarvan hier een voordeel, we hebben voor Nemo een gevel gemaakt die is helemaal opgebouwd uit afval uit de auto-industrie. Die materialen die konden we gewoon gratis ophalen. Die hebben we blauw geverfd en daar hebben we een mooie gevel van gemaakt. Dat is hergebruik op een vrolijke manier. Het kost nog eens niks ook. En je laat zien dat je materiaal van de afvalhoop opnieuw inzet. Maar de volgende, je kunt ook denken van we kunnen het afval ook op een andere manier gaan vormgeven. En eigenlijk wordt het dan interessant, want je zou je kunnen afvragen, en dat hebben we hier gedaan met dit materiaal, dat is plastic afval, 100% plastic afval. Daar wilden we graag een nieuw gevelmateriaal van maken. En toen stelde bij ons de vraag van, kunnen we dat gevelmateriaal zo maken dat je als het ware een nieuw gezicht geeft, een nieuwe expressie geeft aan die circulaire economie. Je laat zien dat afval, of in dit geval plastic afval, ook mooi kan zijn en anders voelt en aanraakt dan andere materialen. Volgende. We zijn daar ooit klein mee begonnen. Inmiddels hebben we een machinefabriek en een machine die alleen maar werkt met afvalmateriaal. Dus dat is deze machine, vroeger had die alleen maar schoon plastic en vanaf een maand of vier eet die alleen nog maar afval. Dus die machine is daar ook heel vrolijk van en wij kunnen een nieuw gezicht geven aan die circulaire economie. De volgende. Het geldt ook voor de manier, en hier een voorbeeld van hoe zo'n gebouwtje eruit zou kunnen zien. Dit is een project van Pascal Grosveld uit Breda. Een muziekpaviljoen voor een school in Oosterhout. De volgende. Het betekent ook iets voor de manier waarop wij construeren. Hè? Als je dingen uit elkaar wilt kunnen halen, dan zou je dat anders moeten doen. De volgende. Dat hebben we gedaan een paar jaar geleden voor een paviljoen in Eindhoven. Een aantal van jullie kennen het vast. Het is een paviljoen geweest wat we hebben gemaakt. Helemaal van materialen die we hebben geleend van mensen. Geleend van producenten, maar ook geleend van inwoners uit Eindhoven. En als je iets leent
dan moet je dat natuurlijk netjes terugbrengen. Dus dan wil je er geen gat in. Dus dat hebben we toen gedaan, de volgende, door alle materialen op een andere manier aan elkaar te construeren. Dat levert een heel mooi ritme op van die zwarte streepjes die je ziet. Maar dat is alleen maar om dat materiaal goed bij elkaar te houden. Dus ook daarmee geef je als het ware een soort nieuw gezicht aan hoe die nieuwe constructies eruit zouden kunnen zien. De volgende. En hier een voorbeeld van een paviljoen dat we hebben gemaakt in Hoofddorp, wat je heel gemakkelijk uit elkaar kunt schroeven en later ook weer ergens anders in elkaar kunt zetten. Dus het kan ook nog heel vrolijk zijn, volledig demontabel en volledig herbruikbaar en herplaatsbaar. De volgende. Het betekent ook iets, denk ik, met hoe we omgaan met onze bestaande gebouwen. We hebben soms een wat wonderlijke relatie met onze gebouwde omgeving. Vaak zeggen we iets is een monument of iets is zomaar een gebouw. En misschien moeten we de volgende niet al te bang zijn om onze gebouwde omgeving te beschouwen op zijn potentie en niet op zijn waarde die het al had of heeft. Het groenste gebouw is het gebouw dat er al is. Dit is een actie van architecten uit het Verenigd Koninkrijk. Die zich teweer stellen tegen de sloopwoede van hun eigen regering. En misschien moet je zeggen, misschien moeten we iets verder kijken dan een monument is iets waar je vanaf moet blijven. En een ander gebouw, dat maakt niet zoveel uit. Wat je daarmee doet, dat mag ook naar de sloop. Eigenlijk zou je dat wat meer naar elkaar toe kunnen brengen. De volgende. Bijvoorbeeld, wat wij daarvan hebben gedaan, is twee rijksmonumenten hebben verbonden met een aantal de loopbruggen die tevens depot zijn van het museum, het Nationaal Glasmuseum in Leerdam. Waar we natuurlijk heel veel hebben moeten discussiëren over met allerlei instanties of we die rijksmonumenten op deze manier zouden kunnen behandelen. Denk je en dat is goed gegaan. Ja. We gaan gewoon door. De volgende. En hier nog een gebouw wat we hebben aangepakt op die manier. Volgende. We moeten iets doen met de typologie van de dingen. Het geeft ook, als je met andere materialen werkt, krijg je ook andere mogelijkheden. De volgende. En dat is dat bijvoorbeeld hier een houten gebouw, een houten toren die we nu maken in Zuidoost. De volgende, waarin we andere soorten woningen kunnen maken, omdat wij gebruik maken van die houten constructie. Dus het geeft ook mogelijkheden in typologie, maar ook in uitstraling. De volgende. Het proces gaat veranderen. Wij hebben de volgende hele rare manier van bouwen waarin we verantwoordelijkheden zoveel mogelijk scheiden. Dat is eigenlijk wonderlijk. Iedereen heeft zijn eigen juridische verantwoordelijkheid. Je kunt in Nederland een ongelooflijk goede architect zijn zonder ooit met een timmerman te spreken. Dat is eigenlijk wonderlijk. En ik denk in een circulaire economie, de volgende, zouden we toe moeten naar een systeem waar je verantwoordelijkheden deelt. De volgende. Waarin je samen gaat bouwen. Wij hebben dat een keer gedaan door een eigen aannemerij op te richten, de volgende. Waarin we hebben gezegd, wij gaan zelf huizen bouwen en zien of wij in hele dichte relatie met die bouwers, de volgende, huizen kunnen maken die we anders niet hadden kunnen maken. De volgende. En dat zijn deze huizen geworden waarin de metselaar net zoveel heeft te zeggen als de architect en andersom. De architect heeft ook gemetseld. De volgende. Als laatste, de expressie van onze gebouwen gaat veranderen onder invloed van circulaire economie, van circulair denken. De volgende. We maken nu een kantoorgebouw voor de stratenmakers van Amsterdam en Amsterdam-West. De volgende. Wat we hebben gedaan is de stenen die zij al hadden liggen, allemaal opgeraapt en daar een nieuwe gevel van laten metselen. De volgende, die wordt nu gemaakt. Dat kan je hier zien, we hebben eerst die stenen geïnventariseerd. De volgende. Dat wordt dit gebouw, de volgende. En de eerste muren die gaan nu de lucht in. Als laatste, een overzicht. Hè. Dus ik denk nadrukkelijk dat onze manier van denken invloed heeft op veel meer dan alleen het materiaal. Het geeft mogelijkheden die we hiervoor niet hadden. Daarvan heb ik een aantal voorbeelden laten zien. De volgende. En het betekent allemaal dat we ergens in onze processen, in onze materialen en in ons denken een nieuwe systeemlogica moeten introduceren. Dat kan op heel veel manieren. Hier zie je heel veel manieren. De volgende.
En mocht je interesse hebben in wat meer informatie hierover dan 6 minuten kan zeggen, inmiddels iets meer zie je, dan kun je dat hier nalezen. Dank je wel. Dank je wel, Peter. Een mooi en heel rijk verhaal waar we donderdag ook nog uitgebreid op terugkomen. In verband met de tijd stel ik je nu even geen vragen waar ik liever dan voor zometeen als ook Jan en Hans gepresenteerd hebben. Maar wat duidelijk is uit jouw verhaal is dat hoe je als je kijkt naar nieuwe materialen of het hergebruik van materialen en vooral ook het demystificeren van dat circulaire denken, dat er dan heel veel kansen liggen, zeker als je het proces ook aanpakt. Jan Jongerts van Superuse. Mag ik jou vragen om daar jouw rijke ervaring met hergebruik van materialen naast te zetten? Ja. Begin maar, je slides staan klaar. Ja, oké. Dank je ook voor de uitnodiging. Superuse is een bureau wat al in 1997 begonnen is met circulair bouwen. Het bestond toen nog niet als begrip. Maar we zijn toen eigenlijk al in de omgeving van de projecten waar we werken materialen gaan vinden die in te zetten voor onze bouwprojecten. Heel kleinschalig in het begin, steeds grootschaliger. We zijn met een team in Rotterdam. Daar werken we een heleboel verschillende projecten in Nederland. En we hebben sinds 2016 ook een team in Beijing, waar we daarmee in China ook vergelijkbare projecten doen. We kijken eigenlijk als bureau naar de hele keten. Dus niet alleen naar bouw-eigen materialen, maar ook naar bijvoorbeeld de energievoorziening die onze gebouwen mogelijk maakt. Ontdekken we dat zelfs in de windindustrie, die onze groene energie voorziet, dat ook daar afvalstromen zijn die wij goed kunnen inzetten. En dat je ziet dat daar op dit moment middels wel duizenden wieken die per jaar vrijkomen omdat windmolenwieken vervangen worden, dan ontstaat daar ook enorme afvalstromen waar we op dit moment nog weinig mee kunnen. Nou, om dit soort materialen in te zetten hebben we in 2012 Oogstkaart opgezet. En dat is een platform waar we eigenlijk alle materialen die we in de eerste 15 jaar van ons bestaan gevonden hadden, gepubliceerd hebben. Dat hebben we een tijdje zelf in stand gehouden. We hebben vorig jaar dat overgedaan aan New Horizon, het sloopbedrijf, wat eigenlijk dit platform nu op een grote schaal opnieuw aan het introduceren is. En hier echt voor Nederland een vergelijkbaar met wat ProRail op dit moment heeft voor bouwprojecten. Nou, daar zijn een heleboel interessante materialen op te vinden. Eén daarvan werd net al getoond. Het staalplaat, het volgende. Uit de auto-industrie, eigenlijk uit allerlei verschillende industrieën, komt het staal in grote hoeveelheid vrij. Het wordt nu voor schrootprijs verkocht. Wij kunnen daar eigenlijk in de keten extra waarde aan toevoegen door het weer voor de bouw in te zetten. En niet de waarde die er al in zit weer te vernietigen. Het is aardig, ik ging in onze portfolio, we hebben inmiddels 250 projecten gerealiseerd in onze historie. Zocht ik even naar stations. We hebben redelijk wat stations gerealiseerd, maar nog geen treinstation. Een van de grotere stations die we realiseerden was 3 jaar geleden een afvalbrengstation in Den Haag. Daar hebben we dit materiaal toegepast. Dat hebben we samen met deze architecten gedaan. En daar is 1500 400 meter van dit materiaal toegepast als gevelbekleding. En dit is wel interessant, want dit is eigenlijk het eerste door de gemeente Den Haag aanbesteden project waarbij circulariteit ook echt een belangrijke score op de aanbesteding was. En, ja, daarmee wonnen we dus deze aanbesteding. We doen het niet alleen voor grote gebouwen, maar ook voor kleine initiatieven waarbij we niet alleen maar naar de bouwmaterialen kijken, maar naar de grondstofstromen die in een gebied beschikbaar zijn. Dit is voor de Afrikaanderwijk in Rotterdam. We zijn al een aantal jaar betrokken bij het onderzoek naar welke stromen komen daar nou vrij, wat voor afval staat er. En hebben ook financieel onderzocht wat is nou eigenlijk de meerwaarde op het moment dat je afvalstromen gaat scheiden.
scheiden afvoeren, maar kun je daar niet ook lokaal nieuwe producten van maken, zodat je een deel van die stromen weer verwaart en op de markt zelf ook weer als product verkoopt. Dat doen we samen met de Afrikaan der Wijk Coöperatie. En daar is het via gegaan. Waarbij we ook een afval en grondstoffen realiseren. Die dia zal zo meteen nog pakken. We zitten zelf in Blue City, zijn we een van de mede-initiatiefnemers van. En architect zijn daar eigenlijk het ontwerp aan het maken in fases voor de verschillende onderdelen van het gebouw. 12.500 vierkante meter. Echt de circulaire hub van Nederland, waar alle vooraanstaande, nou niet alle, maar wel een deel van de in deze regio bestaande innovatieve bedrijven op het gebied van circulaire economie zich verzamelen. Daar hebben we recent het lab opgeleverd. Dat wordt in verschillende onderdelen opgeleverd. En dat is een centraal lab voor alle ondernemers, waarbij zowel op biologische als niet-biologische materialen geëxperimenteerd worden. Dit is vorige maand opgeleverd. Daar hebben we nu een berekening laten maken, waarbij blijkt dat door de materialen die we op deze manier geoogst hebben, we 112 ton CO2 hebben kunnen besparen. En dat ongeveer 650 keer naar Parijs op en neer rijden. Dat is voor dit ene kleine onderdeel van het gebouw. Elk onderdeel doen we op deze manier, leren we van met partner BAM. En we proberen nog weer verder nog weer te verbeteren. Nou, op nog weer wat grotere schaal zijn we nu bezig met Blue City, maar dan in China, waarbij we op een bestaande locatie voor een waterzuiveringsinstallatie, waarbij eigenlijk op een heel groot terrein vrij weinig waarde wordt toegevoegd, alleen het zuiveren van afvalwater, kijken wij naar hoe kun je nou een nieuw programma toevoegen, waarbij je een heleboel andere activiteiten toevoegt, die in symbiose met die bestaande afvalzuivering gaan werken. Waarbij dus materialen die je kunt oogsten uit die afvalzuivering gebruikt kunnen worden voor de bouw. Tegelijkertijd een heleboel andere programma's kan toevoegen. En dus je ziet dat het hier niet meer alleen gaat over bouwmaterialen, maar ook over de andere stromen die in het gebouw plaatsvinden en die daar doorheen lopen en de processen die daar plaatsvinden. Daar kijken we ook als bureau naar om eigenlijk een heel ecosysteem te bouwen. Met de ondernemers in het gebouw en de omgeving waarin het ligt. En dat leidt op dit moment tot een schetsontwerp voor 150.000 vierkante meter circulair industriegebouw. We noemen het Resource Valley, waarbij een groot deel van de grondstoffen die daar gebruikt worden, de afvalstromen zijn van de andere, via de gevel kunnen worden uitgevoerd. Probeer dat eigenlijk het eerste grote industriegebouw te maken waarbij geen schoorstenen meer nodig zijn. Als laatste wil ik afsluiten met de grote, niet roze olifant, maar de blauwe olifant. Vandaag in het FD ook een groot artikel van de organisatie Extech. Want al dit soort initiatieven kun je eigenlijk wat ons betreft niet alleen maar binnen de bouw en sector en de ontwerpsector realiseren, maar je kijkt. Je bent heel erg afhankelijk van de financiële randvoorwaarden. We zijn nu inmiddels een jaar bezig om momentum te creëren om belastingverschuiving te realiseren, waarbij vooral arbeid, want dat is wat er in circulaire economie iets meer nodig is. We proberen de grondstoffen zoveel mogelijk te beperken. Dat we de belasting van arbeid naar grondstoffen gaan verschuiven. En dat zorgt er ook voor dat steeds toch net iets duurdere pilots die nu gedraaid worden ook economisch schandaal. Dus daar hopen we dat in de komende regering daar ook stappen gemaakt worden. Ja, dank je. Dankjewel, Jan. Je eindigt met een heel belangrijk punt, wat woensdag en donderdag ook nader aan de orde komt in deze circulaire week. Met Superuse zijn jullie al ruim 20 jaar bezig. Ik denk een van de grote wegbereiders van het accepteren. Tabel maken van hergebruik van materialen. Nu in China bezig. Wat leer je daar dat we hier in Nederland goed zouden kunnen gebruiken, denk jij? Ja, ik denk dat is eigenlijk ook in de traditie van de Chinezen erg ingebakken. Al 70 jaar niet meer actief.
Maar denk in ecosystemen en niet alleen binnen circulariteit binnen één sector of binnen één productieproces zien, maar eigenlijk naar het hele ecosysteem kijken en hoe je daar een symbiose van maakt. Dat is echt iets wat nog in de Chinese cultuur zit. En waar de overheid ook hele belangrijke eisen stelt om bij een te realiseren bouwproject ook zo'n ecosysteem mee te ontwerpen. En nog een laatste vraag om kort te beantwoorden. Jullie hebben inderdaad al heel veel gebouwen, heel veel projecten gedaan, maar nog nooit een station. Erik Luiten zei dat al, we gaan de Noord-Zuidlijn doortrekken. Stel, die opgave komt bij jullie terecht. Waar zou je beginnen qua circulair denken? Ja, eigenlijk waar we altijd beginnen is bij wat is er in de omgeving aanwezig. Dus we proberen zoveel mogelijk van de bouwmaterialen, maar ook van mogelijk aansluiting. Programma, versterkend programma, waardoor je het station niet alleen maar een logistieke hub maakt op het gebied van passagiersstromen, maar ook op het gebied van grondstoffen zo goed mogelijk aansluit op de omgeving. Dankjewel Jan. We gaan gauw door naar Hans Hamming, de derde presentatie. 6 minuten is nooit 6 minuten in de praktijk. Hans, ik hoop dat het je lukt. Ondanks natuurlijk dat je ongelooflijk veel interessante projecten hebt gedaan. Circle, de fietsenstalling in Eindhoven. Dus ik wil wel heel graag horen wat je te vertellen hebt. Dankjewel. En, van tevoren even een disclaimer voor het geluid. De bovenburen zijn net met een verbouwing begonnen. Maar goed, we slaan ons er wel doorheen. Laat de presentatie meteen beginnen. Circulair denken en doen heb ik hem genoemd. En ik wil eigenlijk vooral de nadruk leggen op het tweede woord, het doen. Ik werk bij de Architectancy, een architectenbureau in Amsterdam. Redelijk groot. We zijn met 80 personen. We groeien naar 90. Gevestigd in het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord. Volgende. En wat doen betreft, we hebben gelukkig kunnen oefenen met het vraagstuk circulariteit. Het begon voor ons in 2017 met Circle, wat je net al noemde. Dit gaat iets snel trouwens, mag ik de vorige nog even terug? Ja. Vervolgens hebben we voor Rijksvastgoedbedrijf een gebouw kunnen ontwerpen dat we met een paar ingrepen ook circulair hebben kunnen noemen. Galileo in Noordwijk. En voor de Amsterdamse ontwikkelaar Edge hebben we een paar circulaire gebouwen mogen ontwerpen. Het gebouw linksonder werd halverwege de opgave, werd de opdrachtgever heel enthousiast over het thema van circulariteit. Hebben we daar bijgestuurd wat we konden. Het gebouw rechtsonder in Amsterdam-West, een heel groot gebouw van 40.000 meter, ooit ontworpen door de architecten 40 jaar geleden. En wordt nu ingrijpend verbouwd en gerenoveerd door ons. Volgende. Circulariteit heeft ook een digitale kant. We zijn bezig een losmaakbaarheidstool te ontwerpen, te integreren in BIM. Maar dat is een heel ander verhaal. We adviseren ook op redelijk grote schaal de gemeente Schiedam om de Spaanse polder meer circulair te maken. We zijn bezig met ontwerpen van een superduurzaam laboratorium en fabriek. En plaatje rechtsonder, al deze kennis, die willen we bundelen en graag delen met anderen. We zijn bezig met het maken van een publicatie over onze circulaire ervaring tot nog toe. Volgend plaatje. Maar dit project had ik nog niet genoemd. Dit is de circulaire fietsenstalling. Dit heeft de vraag die ik van tevoren meekreeg van wat is een nieuwe expressie van het spoor? Hoe kan ontwerp bijdragen aan de transitie? En dit is dus een voorbeeld van niet een station helaas, nog niet, maar wel een fietsenstalling naast het station in Eindhoven voor 5000 fietsen. Volgende. We hebben voor een ontwerper betekent circulariteit heel anders ontwerpen. En dat gaat van abstract tot heel concreet. Ik begin met het abstracte. Het plaatje rechts laat de noodzaak zien. Het is nu een bende aan deze kant van het station. Fietsen staan overal. Die moeten gewoon goed gestald gaan worden. Het plaatje linksboven laat de toekomst zien. Over 20 jaar of misschien wel over 10 jaar. Dan gaan heel veel grote gebouwen op deze plek gebouwd worden in de toekomst. Dus deze fietsenstalling is tijdelijk. Die zal over 20 jaar hoogstwaarschijnlijk gedemonteerd worden. En dat is meteen
bleek dat een heel goede reden en aanleiding te zijn om alle verbindingen in het gebouw demontabel te maken, zodat je uiteindelijk het goed uit elkaar kan halen en zelfs een redelijke restwaarde hebt. Volgende. Ook een belangrijk aspect is, ook wat collega Jan Jongert heel terecht zei, van kijk eens wat er al voorhanden is. We ontdekten dat op de locatie zelf heel veel stoeptegels liggen, die gaan we hergebruiken in de gevel. Een van de opdrachtgevers NS naast ProRail en de gemeente Eindhoven was net begonnen met een recycleprogramma van de sprintertreinen. En we gaan de ramen van die sprintertreinen die vrijkomen gebruiken als gevelmateriaal. En de twee plaatjes links laten zien dat het van de ontwerpers een andere instelling vergt. Door je moet in staat zijn te zien dat een stoffige stapel beschadigde en gedeukte kozijnen, dat die uiteindelijk kunnen leiden tot fantastisch mooie wanden in dat gebouw cirkel. Die mindset moet je als ontwerper wel hebben, vind ik. Volgende. Naast de esthetica speelt ook functionaliteit een grote rol. Een fietsenstalling voor 5000 fietsen, dat is best wel veel. Wat bij heel veel fietsenstalling voor gekozen wordt, is een kelder te maken. En dat willen we in dit geval niet. Want in Nederland hebben we hoog grondwater. Een kelder moet je letterlijk gieten in beton. En om die kelder over 20 jaar weer weg te halen, dat is gewoon niet te doen. Dus in dit geval hebben we alles op begaande grond en eerste verdieping kunnen houden. En we maken wel iets ondergrond, maar dat is minimaal. Dat is een verbinding met de huidige fietsenkelder in het belendende gebouw. Maar door geen kelder te maken, ik denk dat dit eigenlijk de grootste circulaire ingreep bij dit gebouw is. En we gaan het gebouw heel licht maken. Daarom hebben we weinig fundering nodig. En ook de begane grondvloer gaan we niet storten, maar dan gaan we gewoon of tegels of stelkomplaten, grote betonplaten met zo'n stalen rand, gaan we daarin leggen. Wat er maar beschikbaar zal zijn in de tijd dat de aannemer gaat bouwen. Volgende. Die treinramen die gaan ook echt het uiterlijk van het gebouw bepalen. Dat vind ik wel gaaf aan circulariteit. Dit gebouw had ik nooit zo kunnen ontwerpen als het zeg maar een traditioneel normale opgave zou zijn. Deze treinramen geven een heel specifieke karakter aan het gebouw, denk ik. Hier zie je een perspectief van de hoek van het gebouw. De ingang, dat zie je daar rechts, verbonden aan die trap. Daar gaan we die stoeptegels toepassen. En een wand aan de linkerzijde. Hopen we dat gemeente Eindhoven met stukjes bestrating of metselwerk die ze nog ergens hebben liggen aankomt, zodat we die in die muur kunnen verwerken. We weten nog niet hoe dat eruit zal gaan zien. Ook wel interessant vind ik persoonlijk. Volgende. Dit is de binnenkant van het treinstation, heel basic. De vloer bestaat dus uit tegels of stelkomplaten, houten vloeren voor de verdieping. De kolommen, dat zijn hergebruikte rails of spoorstaven. En het was gewoon een heel basic, what you see is what you get, super functionele fietsenstalling. Dat vind ik ook wel heel gaaf eigenlijk. Volgende. Dan iets over het proces en een klein beetje wat we bij deze fietsenstalling zo al meegemaakt hebben. Ten eerste, het ontwerpproces duurde 2 tot 3 keer zo lang als ervoor gepland was. Het was een enorme zoektocht en leerproces voor alle deelnemers. Want dat is wel een belangrijk aspect van circulariteit. Het grijpt in voor alle deelnemers die deelnemen aan een bouwproces. Het is een systeemverandering, er moet eigenlijk heel veel veranderen. En we staan nog maar aan het begin. We staan links onder aan de curve. We zijn aan het experimenteren nog met redelijk kleinschalige objecten. En de hoop is natuurlijk dat we door kunnen gaan naar iets grotere schaal. En het is denk ik heel belangrijk om te oefenen, om het te doen. Om circulaire opgaven te creëren waar we met z'n allen ontzettend veel van kunnen leren. Het verspreiden in onze organisaties en weer verder komen. En bij deze fietsenstalling had ik heel graag al met de aannemer aan tafel gezeten. Of liever nog met het sloopbedrijf, wat uiteindelijk ook hierbij betrokken gaat worden. Dat bleek in dit proces nog niet mogelijk. We gaan proberen dat bij volgende projecten wel te doen. Want ik kan als ontwerper enorm veel leren van een sloper. En misschien ook wel omgekeerd. En daarvoor is het nodig dat je met elkaar aan tafel zit. Maar dat moet wel georganiseerd worden. Dus er is een andere manier van samenwerken, andere rollen.
En ja, ik heb heel veel van de opdrachtgever gevraagd, in dit geval de persoon Jack Jacobs, om dit soort dingen voor elkaar te krijgen. Hij heeft al die tijd zijn rug recht gehouden als een stoere kapitein dit project er doorheen loodst. En ik denk dat we heel eind gaan komen. Het is best wel spannend. Binnenkort gaat de aanbesteding voor de selectie van de aannemer beginnen. Dus ingrijpend op alle vlakken, oefenen, oefenen, oefenen. Dat is wat ik mee zou willen geven. Dank je wel. Hans, dankjewel. Met deze drie presentaties hebben we een heel goed beeld, denk ik, van wat voor materialen, maar ook wat voor denkpatronen erachter circulair bouwen zitten. Dingen niet doen, hoor ik in jouw verhaal, is soms een heel goed idee. Maar vooral hoor ik een dringend pleidooi ook voor sterk opdrachtgeverschap. Dat het proces op zo'n manier geregeld wordt dat je met alle lagen of faseringen in het bouwproces praat. Dat er genoeg tijd is om dat ook voor elkaar te krijgen. Klopt dat? Ja, absoluut. Een goede samenvatting. En ik denk ook een heel belangrijk aspect is dat de opdrachtgever als rol heeft om de ambitie hoog te houden. Want dit zijn ambitieuze projecten. Best wel in zekere zin risicovol. Je gaat dingen nieuw doen. Het is onbekend terrein. En ik denk heel belangrijk is dat die opdrachtgever iedereen bij de les blijft houden. Zeggen, wacht even, kan het nog een tandje scherper? Is dit nou echt wel het beste voorstel? Ja, ik denk dat dat een belangrijke rol is. Dankjewel Hans. Ik neem me mee naar het slotpanel zometeen als de opdrachtgevers weer even bij elkaar komen. Voor nu wou ik door naar Stan Kerkhoffs. We lopen een beetje uit de tijd. Dus dank jullie wel, alle drie. En Stan, kom er maar in. Stan is, werkt bij Rijkswaterstaat en is de aanvoerder van het Living Lab, een specialist innovatieprogramma. Stan, zullen we eens beginnen met daar. Wat doe je precies? Wat is je Living Lab en waar zit die innovatie in? Ja, ik heb meerdere functies, maar officieel ben ik adviseur circulaire economie. Maar ik heb iets met doen en ik heb iets met experimenteren. En nou ja, veel mensen kennen mij van het circulaire viaduct, zeg maar, wat we gebouwd hebben. Hè? Dus een viaduct samen met Esther van Eijk van Volker Wessels en met Ketenpartners. Aan de voorkant nadenken over je ontwerp, je bouw, maar en ook je uit elkaar halen, je sloop, zeg maar. Dus ja. Ja. En je hebt natuurlijk de hele ochtend geluisterd naar de eerste gedachten over het circulaire spoor. Je hebt natuurlijk ook gehoord dat meteen al in het eerste panel fijntjes werd opgemerkt dat het spoor per definitie circulair en energiezuinig en duurzaam is. Alleen al vanwege de milieubelasting als zodanig. Voel jij een soort van achterstand op het gebied van Rijkswaterstaat? Ja, wij werken goed samen en dat moet ook. En dat gaat natuurlijk over je materialen circulair maken. Dus in je bestaande opgave zie ik bij ons ook, in vervanging en renovatie. En in een nieuwbouw dat makkelijker is. En tegelijkertijd, ik ben enorm getriggerd door het sterke opdrachtgeverschap. En eigenlijk, ik zou willen pleiten, opdrachtgeverschap vind ik alweer misschien wel een beetje een achterhaalde term in de circulaire economie. Want het gaat denk ik veel meer dat je als overheid partner bent in een... Ja, eigenlijk in de dans van de materiaal, de mensen en de functie. Dus het gaat veel meer over hoe kan ik met burgers, marktpartijen, kennisinstellingen samen die functie eigenlijk neerzetten. En misschien wel met zo min mogelijk materialen. Hoe kan ik dingen weglaten? Ik denk dat dat echt een grote uitdaging is. En de koppeling met de energietransitie, het klimaat en ook het sociale verhaal. Dus, en dat maakt hem super vet, denk ik. En als jij zegt, het opdrachtgeverschap als zodanig is een term die alweer bijna achterhaald is. Jij bent zelf ook opdrachtgever in dit proces. Hoe zie jij jouzelf dan die dans leiden tussen al die partijen en al die materialenstudies? Wat maakt het anders dan klassiek opdrachtgeverschap? Het maakt het anders. Kijk, als je een opdrachtgever bent als overheid, zit je meteen in een afhankelijkheidsrelatie. Ja, je geeft opdracht, je functioneert of je specificeert. En je hebt geld en je wilt iets maken, zeg maar. He, dus je begint eigenlijk al in een verkeerde verhouding, vind ik. Kijk, in de natuur is de meest voorkomende samenwerkingsvorm juist de symbiose. En ik hoorde dat in meerdere verhalen terug. En ik geloof heel erg, dit is echt heel ingewikkeld, hè? Want de circulaire economie is echt een nieuwe wereld die we met elkaar betreden. Maar we moeten het wel gaan proberen.
En misschien is het in dat geval wel leuk om te melden dat wij net de ruimte hebben gekregen binnen onze organisatie om te experimenteren met een semiotisch proces, ontwerp, bouw, exploitatie en ontmanteling aan de voorkant, een meerjarige dichte relatie, inclusief de omgevingspartners, waarbij de natuur ook een partner is. En waar begint zo'n experiment dan? Als je zegt, we hebben ruimte gekregen om te experimenteren, waar pak je die ruimte als eerste? Wij pakken die ruimte. Kijk, nogmaals, het is ingewikkeld voor ons. We gaan oefenen op een gebouwtje. Maar uiteindelijk willen we naar een nieuw circulair werkproces. En dat willen we met elkaar uitvinden. En niet alleen als RWS, maar ik zie het veel meer als vanuit een overheidsrol. Dus hoe ga je... We gaan het oefenen op een gebouwtje. En dat gebouwtje willen we in september klaar hebben bij de innovatiestroken bij Kloosters. Langs de A58. En... Maar we gaan eigenlijk met het maken van dat gebouw, meteen vanuit die voorkant, ontwerp, bouw, exploitatie en ontmanteling, kijken, gaan we oefenen op dat gebouwtje en hoe doe je dat dan, zeg maar. Hoe krijg je die symbiotische relatie? Nou, ik zie in ieder geval virtueel de ontwerpers die we net gezien hebben, die gepresenteerd hebben, al juichen achter hun computers. Neem je dan ook meer tijd voor dat proces? Merk je dat het meer tijd kost, wat Hans Hamming zei, of is het niet per se een tijdkwestie? En misschien is het wel leuk om de allerlaatste dia nog even te laten zien. Ik weet niet wat er op de achtergrond bij mij verschijnt. maar weet je, dit is gewoon ingewikkeld. En we hebben nu die ruimte gekregen. En die gaan we dus ook pakken. En voor ons het experiment, misschien lukt het ook niet, hè. Maar ik voel een enorme urgentie, want we hebben echt een probleem als mensen op deze aarde. Hè? En zo simpel ligt het eigenlijk gewoon. Ik heb nog één vraag voor jou voordat ik Astrid Bunt ook weer graag erbij zou willen vragen. Want wat denk ik het spoor en de weg bindt in de opgave, ook zeg maar in de Rijksopgave, is dat prioriteit nummer één natuurlijk altijd is dat het veilig en betrouwbaar is. Wat is voor jou vanuit het experiment daar de grootste frictie? Is dat vooral iets wat tussen de oren zit? Of is er echt nog ook in materiële zin of in procesmatige zin, zijn daar nog specifieke stappen te zetten? Nou, ik wat ik heel graag wil... Kijk, natuurlijk moet iedereen gewoon veilig over de weg en over het spoor. Punt. Er kan geen duidelijkheid over zijn. Maar tegelijk moeten we wel ruimte maken voor... Ik zou zeggen, bijna veilige ruimte om te experimenteren met de dingen die ik net noemde. Want nogmaals, we gaan echt een nieuwe wereld in. En het is reet ingewikkeld, maar tegelijkertijd ook heel fascinerend. En betrek alsjeblieft die jongeren vanaf de voorkant er meteen bij. Ga met hen dit verhaal neerzetten. Daar wil ik ook wel echt voor pleiten. Ruimte het experiment. Dankjewel, Stan. Ik wou eens even vragen aan Astrid Bunt. We hadden je natuurlijk aan het begin van het programma al gezien. We zijn nu een aantal stappen en ervaringen en tips verder. Even reagerend op Stan. Die zegt natuurlijk een aantal dingen die je me kan voorstellen ook vanuit ProRail super relevant zijn. Als het gaat over veiligheid, over veilige experimenteerruimte, over hoe je processen aanpakt. Hoe herken je iets van wat hij zegt of pakken jullie dat heel anders aan? Ja, ik herken zeker wat hij zegt. Wat ik ook wel mooi vond, was hoe hij het thema opdrachtgeverschap daarbij pakte. En aangaf dat die term wellicht achterhaald is. Dus dat deed mij even denken van, goh, hoe kijk ik daar nou naar, die rol van die opdrachtgever? Mm-hmm. Kijk, in de stationsomgeving ben je nooit alleen. Hè? Een station is van ons allemaal. Dus daar komen elke dag reizigers, er zijn verschillende eigenaren, er zijn verschillende gebruikers. Het ligt in een gemeente. Dus daar is ProRail wellicht de enige opdrachtgever formeel. Maar materieel niet, want je hebt zoveel stakeholders die daar mee van doen hebben. Maar ik vind wel dat je als opdrachtgever, dus ProRail, een grote verantwoordelijkheid heeft in twee dingen. Dat is één, echt mensen en initiatieven bij elkaar brengen. En twee, zorgen dat die ambitie wordt gehaald. Dus wel blijven hameren op die ambitie, ondanks alle belemmeringen die er zijn. Op het gebied van veiligheid of nieuwe manieren van werken. Dus ja, ik herken een stuk van wat hij zegt. En ik vind dat we als opdrachtgever
wel die rol heel erg hoog moeten houden. En als je zegt van mensen en initiatieven bij elkaar brengen en, ja. En die ambities halen en blijven hoog blijven houden. Ja. Wat is dan in de praktijk zo'n moment waarop je heel alert bent? Oh ja, wacht even, hier gaat een ambitie mogelijkerwijs naar beneden worden bijgesteld. Hoe houd ik hem hoog? Nou ja, ik moet meteen aan een voorbeeld denken van 2 jaar terug toen we bezig waren met de perrontegels. Er liggen in Nederland heel veel tegels op de perrons. En we hebben op een moment een uitvraag gedaan voor hoe kunnen we die nu wat duurzamer maken, zorgen dat er minder materiaal wordt gebruikt. Toen kwamen er in eerste instantie allerlei ontwerpen voorbij, waaronder ook, en dat is uiteindelijk gelukt, maar dat was een wafeltegel, dus aan de onderkant met hollingen. Het eerste wat een mens bij mij dan zegt, en terecht, want die kijkt daar ook naar, is, ja, maar is het dan nog wel veilig? Want je kan er doorheen zakken of hij kan splijten. En, ja, dat zijn goede vragen om te stellen, maar het is niet een reden om iets tegen te houden. Dus op zo'n moment moet je als opdrachtgever ook intern heel alert blijven. Nou, een goede vraag die je stelt. En hoe gaan we er dan voor zorgen dat die veilig is? Of hoe gaan we dat dan uitproberen? En wat we hebben gedaan is het vervolgens getest. We hebben als sector hebben we een centrum waar we allerlei dingen kunnen testen. En hebben we kunnen zien dat het voldoet en dat het veilig is. Maar dat zijn wel momenten om alert te zijn. Dat je niet zegt tegen je organisatie, je mag niet meer naar veiligheid kijken of zo. Hè, want het moet en zal duurzaam. Maar dat je wel kijkt naar hoe het dan wel kan. Dat vind ik een van de dingen waar je naar kan kijken. En waar het heel belangrijk is in de uitvraag naar de markt. Dus dat je in de uitvraag heel, heel expliciet bent over wat je wilt. En daar ook niet in gaat terugschroeven in eisen of iets dergelijks. En dan heb je het over circulaire eisen, energieprestaties. Dat soort eisen die je in een uitvraag in de aanbesteding al meeneemt. Ja, ja, dus daar kan je precies. En daar hebben wij als opdrachtgevers. Dus Rijkswaterstaat, idem dito, heeft met dat soortzelfde problemen van doen. En eigenlijk is het zo dat je alle, ik weet niet of jullie het model nog kennen van Jacqueline Kramer, hè, de 10 R'en, van reviews, reduce, redesign en dat soort dingen. Die 10 R'en die gelden eigenlijk voor alle opdrachtgevers in Nederland. Die moeten die steeds erbij pakken van hoe kan ik deze 10 R'en voor deze opgave gaan gebruiken. Nog een laatste vraag over dat fenomeen tijd. Voordat we ook Sebastiaan en Erik weer even terughalen bij het panel. Het voorbeeld wat jij net noemde over de wafeltegels. Is natuurlijk typisch zo'n voorbeeld waarbij je denkt van het hoeft niet afgeschoten. Maar het vereist wel iets extra onderzoek om het uit te zoeken of het inderdaad veilig is. Dus de factor tijd is waarschijnlijk de meest onvoorspelbare in die processen. Terwijl juist waar het gaat over spoor. Hoe lang mag een traject onbegaanbaar blijven? Hoe lang kan een station wel of niet dicht, et cetera, is tijd een heel belangrijk ding. Hoe gaan jullie daarmee om? Nou, dat betekent dat je dus als je klaar wil zijn voor morgen, moet je over overmorgen nadenken. Dus je moet nu al over innovaties nadenken en testen die je dan overmorgen kan toepassen. Dus iets wat mij bijvoorbeeld triggert nu is als je een station inricht, dan plaatsen wij best wel veel spullenboel erin. Hè? Denk maar aan alle informatieborden, omroepsystemen. Terwijl ondertussen mensen heel erg gewend zijn om op hun telefoon te kijken en daar hun reisinformatie vandaan te halen. Alleen dat is nog niet voor iedereen zo. En je kunt het ook niet in 1 keer doen. Maar je moet nu wel al gaan nadenken als je straks een ontwerp maakt voor een station in de toekomst. Moet er dan overal nog bewegwijzering zijn? Moeten er nog reisinformatieborden? Of kan je volstaan met die app op je telefoon? Nou, daar kun je nu nog niet gaan testen. Want er moet nu nog die informatie moet beschikbaar zijn. Maar dat kun je wel over nadenken en op zo'n testlocatie bijvoorbeeld uitproberen. Sebastiaan, zou jij er eens bij willen komen? Je hebt al die stations onder je hoede. Weer op een ander vlak dan wat Astrid net vertelt. Waar blijf jij vooral hangen in deze ochtend? Wat was voor jou een eye-opener? Nou, dat hele stuk van samen doen, op de rol als opdrachtgever. Ik merk zelf dat ik wat worstel met de absoluutheid van het circulair. Ik denk dat we hele grote stappen kunnen maken door ook dingen gewoon 80% te doen. Het moeilijke is als je 1 project helemaal perfect gaat doen, gaat er ontzettend veel tijd in zitten die verloren gaat op andere projecten waar je ook stap had kunnen zetten. Dat zien we ook bij de energieefficiëntie. Helemaal energie-neutraal is best een heel dure oefening, terwijl 80% energiereductie vaak best wel goed haalbaar is met nieuwe technieken. Dat is waar ik zelf mee worstel. Van hoe gaan we
het hele denken in de sector breed, ook waar een opgave niet circulair geformuleerd is, precies toch de mensen meenemen om wel zo te denken en te doen. Daar zit voor mij veel. En het opsplitsen van de opgave. Want ik vond een mooi voorbeeld van die garage, die fietskelder. Ja, dat beton zit er echt ook voor 100 jaar. Terwijl de routeaanwijzers en de borden, die hangen er 10 jaar. Die zijn over 10 jaar alweer weg. Dus ook daar moeten we gaan kijken, wat zijn echt de componenten waar we nog 50 jaar mee voortgaan. En waar we veel beter over na moeten denken. Dingen die misschien over 5 of 10 jaar al anders zijn. En waar je misschien ook wat flexibeler zou kunnen zijn. Dat is natuurlijk inderdaad een heel essentieel onderdeel van dat circulaire vraagstuk. Hè? Dat de fundamenten, de buitengevels blijven misschien heel lang staan. Terwijl je ook winkels hebt, winkelcentra, etalages. Die veel korter bij de tijd passen. Regelgeving verandert natuurlijk ook op verschillende schaalniveaus. Voor verschillende soorten vraagstukken. Wat is dan het belangrijkste voor jou vanuit NS om over na te denken op dat niveau van het gebouw? Hoe krijg je die verschillende tijdlagen uit elkaar? Nou, door het ook iedere keer bij de opgave weer neer te leggen. Wij hebben kiosken, die zijn voor 5 tot 10 jaar bouwen die in. En als we die leeghalen, dan komt er een nieuwe vorm voor of een nieuwe kleurstelling. Dan halen we zo'n hele winkel uit elkaar. En alle materiaal die we kunnen hergebruiken, hergebruiken we. En bij nieuwe vormen kiezen we weer naar nog beter herbruikbare materialen of nog slimmere maten. Het is vaak ook een kwestie van standaardmaten gebruiken en niet elk object en elk component one-off laten zijn. Maar het hangt heel erg met de schaal van de opgave samen. En het feit dat we als opdrachtgevers ook elkaar vinden. Dat we gewoon gezamenlijk ook een beetje een feestje van maken om dingen slim te doen. En herken jij iets in het pleidooi van de ontwerpers met name om die materialen gewoon simpel te houden? Dus niet te veel samengesteld, niet te ingewikkeld, maar zoveel mogelijk terug naar de basics? Daarom is het zo leuk wat er met die treinramen gebeurt, die dan hergebruikt worden in een fietsenstalling. Je zou ze natuurlijk nooit in die vorm bestellen als je vanuit een wit papiertje gaat bestellen. Dus het hele omdraaien van dit zijn nou eenmaal de ramen die we hebben en kunnen we daar wat moois van maken, dat zie ik bij Superuse, dat zie ik bij de architecten, zie de fietsenstalling. Ja, dat is ontzettend leuk. Dat is ook mooi dat juist de opdrachtnemers op een andere manier met de spullen aan de slag gaan. En ook niet meer vanuit een wit velletje beginnen met een ontwerp te maken. Dus het komt van beide kanten, die flexibiliteit. En dat is dus ook een dans die we met elkaar doen. En niet iets van SEC, opdrachtgever of opdrachtnemer. Dat doen we samen. En merk jij dat er, want de NS als zodanig is natuurlijk ook een grote organisatie met heel veel verschillende afdelingen. En misschien is daar ook het idee van circulariteit op verschillende manieren meer of minder ingedaald. Is daar nog een grote slag te behalen? Of is het op zichzelf NS breed helder dat dit heel belangrijk is? Ja, dit is op een gegeven moment ook wel het gedrag van de hoogste bestuurders die dit gewoon heel belangrijk vinden. Onze vorige CEO die ging aan een windmolen hangen om te zeggen, ik ga op windenergie rijden, dat doen we 100%. Er is ook een keuze gemaakt, we halen de treinen gewoon helemaal uit elkaar als we ze hergebruiken. Dat doen we voor 99%. Ja, toon at the top is gewoon belangrijk. En dat geldt ook voor onze minister straks. Want kijk, ProRNS werken in een spoorsector waar ook gewoon opdrachtgevers weer zijn. Dat zijn ministerie van IMW. He, dus daar is een goed voorbeeld heel belangrijk. En dan gaat zo'n hele organisatie wel kantelen. En er zijn steeds meer individuen die daar persoonlijk gewoon echt voor gaan. Het is ook een opdracht van, het voorbeeld van Jacques Jacobs werd net genoemd. Ja, die kiest er als projectmanager dan voor om het gewoon niet los te laten, zich vast in te bijten. Dat zijn ook de mensen die dan het verschil maken. En niet degene die het heel goed opschrijven in de aanbestedingssec. Erik, mag ik jou vragen? Zo gaandeweg deze combinatie en samenstelling van verschillende inzichten, voorbeelden, et cetera. Denk van, jij bent natuurlijk de juiste man op de juiste plek om dat allemaal bij elkaar te brengen. Vanuit een landschapsperspectief gewend om lange, lage, verschillende tijdelementen bij elkaar te brengen. Wat heb jij vooral opgestoken deze ochtend? Of wat zie jij nu vooral als de belangrijke volgende stap om te zetten? Oei, dat zijn grote vragen. mijn eerste observatie, ik wou ook nog een dilemma voorleggen, eigenlijk ook aan de architecten als het mag. We hebben nog, hoeveel tijd hebben we nog? Ja hoor, we hebben nog wel even tijd voor een dilemma. Ja. Het eerste wat ik zie eigenlijk zijn hoopgevende
incidenten. Dus de collectie die wordt uitgerold, ze hebben allemaal hele specifieke condities en omstandigheden waardoor het er iets kon worden bereikt waar je iets van kan leren enzovoorts. De grote sprong die we nu moeten maken is vanuit die ervaring van incidenten het systeem. Het spoor is een systeem. Het is een heel hardnekkig, maar ook met heel veel dwangpunten en dwanglijnen en beperkingen en veiligheidsnormen enzovoort. Je speelt er niet mee. Met het spoor ga je niet spelen. Dat is een cruciaal systeem voor het functioneren van Nederland. Dus die grote sprong van incident, waar je plezier aan beleeft en waar je van leert, naar inherent circulair proberen te zijn in die grote verbouwing waar we tegenaan kijken, is wel een reusachtige sprong. Dus ook je vroeg eerder, hoe ver zijn we? Nou, volgens mij nog niet op 10%, hè, van wat betreft die hele... Dat is wel een belangrijk antwoord al. Fijn dat we die nog even... Minder dan 10%. Okay. Ik schud hem uit mijn mouw, hè, mind you. Laten we even kijken. Ik hoeveel... er niet op vast. Maar ik denk dat we een enorme sprong te maken hebben. Die heeft alles te maken met het feit dat we nog in een incidentenpolitiek zitten. Ja. Waar een systeempolitiek moeten doorschieten. Dat zal ik dan ook herkennen voor wat betreft rijkwaardigheid. Ik kan even niet zien of we nog... ontwerpers in de Zoom hebben. Maar het zou natuurlijk best leuk zijn om te kijken of we die vraag meteen nog ergens kwijt kunnen. Maar dan moet ik even kijken naar de regie hier. Of er nog... bijvoorbeeld, kijk, ik zie Jan Jongert nog. Ik zie Hans. Hans, mag ik het jou even vragen? Want jij stipt dat net zo heel expliciet aan. Heel terechte vraag natuurlijk van Erik Luiten. Hoe komen we van incident naar systeem? Ja, superbelangrijk onderwerp. Ja, ik denk toch dat we ons moeten realiseren dat dit een best wel heftige transitie is waar we in zitten. Een grote verandering die ingrijpt op alle niveaus en die gewoon wat tijd zal kosten. En dit is ook een transitie die weerstand zal oproepen. Een beetje afgeleid, heb je dat al gezien bij de boerenprotesten bijvoorbeeld onlangs. Boeren moesten iets veranderen naar enorm veel weerstand. Dat gaan we misschien ook wel in de bouw krijgen. Dus dit is allemaal nog niet zomaar gedaan. En ik denk dat we nu gewoon moeten erkennen dat we nog in de fase zitten van het maken van inspirerende voorbeelden. En nog op kleine schaal pionieren. Maar het is ontzettend goed om te horen dat er een honger is om naar die volgende stap te zetten. Wel zou het zelf ook graag willen. En ik denk dat het heel goed is om aan de echte core business, namelijk station, om daar eens met elkaar eens aan te gaan ruiken of daar iets mogelijk is. Dank Hans. Ik zag dat Jan er ook nog was. Jan, als systeemdenker bij uitstek, hoe ingewikkeld denk jij dat het is om van incident naar systeem te stappen binnen waar we nu staan, binnen die minder dan 10% waar we dan nu zijn? Het gaat zeker wat inspanning kosten. Wat wij zelf gedaan hebben is eigenlijk, het belangrijkste is eigenlijk buiten je grenzen gaan optreden. Dus we hebben samen met 5 andere bureaus en een constructeursbureau en een softwarebedrijf zijn we nu collectief gestart met het Circular Design Collective heet. En daar juist alle kennis die we uit die incidenten halen proberen om daar meer generieke kennis uit te halen die je op grotere schaal kan. Dus dat is zeker een hele belangrijke om niet alles binnen je eigen kader van je eigen bureau te blijven uitproberen, maar dat ook te delen. En de andere, die heb ik al genoemd, de financiële voorwaarden, vooral vanuit belastingen, is echt een drempel die nu de opschaling voorkomt. Dankjewel Jan. Erik, beantwoord dat je vragen een beetje als voorzet en vooral als uitstel van executie? Want ik had natuurlijk nog een belangrijke vraag aan jou ook. Zou jij de komende 2 minuten willen nemen om vanuit jouw perspectief deze ochtend een beetje samen te vatten? Oei, wat ik zie, dit was eigenlijk al het eerste deel van mijn samenvatting. Hè, van incident naar systeem is een hele belangrijke stap. En ik zie eigenlijk... prachtig, eigenlijk een aantal competenties die ook vanuit de architectenwereld daarvoor nodig zijn, zie ik hier eigenlijk onder woorden gebracht en in beeld gebracht. Dus geweldig. Ik heb nog een dilemma en dat gaat over de uitvraag. Kijk, Bureau Spoorbouwmeester bemiddelt eigenlijk, informeert ProNNS over wat er in de markt van de ontwerpwereld, ontwerpkracht in Nederland en daarbuiten beschikbaar is. Wat kunnen die architecten nou eigenlijk?
En hoe kunnen ze jullie helpen bij het vinden van oplossingen die oogstrelend, doelmatig en constructief stevig en duurzaam in elkaar zitten? Inmiddels, ik zie het, en daar hecht ik ook enorm aan dit soort bijeenkomsten, die architectenwereld zich in die sfeer presenteren. En wij proberen dus de vraag die er bij de opdrachtgevers ligt en het aanbod van vaardigheden en ervaring bij de ontwerpsector bij elkaar te brengen op zo slim mogelijke manier. Mijn vraag gaat over die uitvraag. He, als de opdrachtgevers, dat viel net even, dat zinnetje van probeer nou in je uitvraag te specificeren wat je aan circulariteit en duurzaamheid allemaal nodig hebt en nodig vindt. Liefst kwantitatief met allerlei regelgeving en normen enzovoorts. Dat verhoudt zich helemaal niet eigenlijk slecht, vind ik, tot de ervaringen die hier worden uitgerold door de architecten. Waarin ze eigenlijk zeggen, er is een lokale omstandigheid, er zijn allerlei specifieke omstandigheden die veel doorslaggevender kunnen zijn bij het halen van een succesvol eindresultaat dan de uitvraag met allerlei normeringen enzovoorts. Dus ik vraag de architecten, hè, ze zeggen zelf, er is experimenteerruimte nodig, er is een soort vrijheid, een exploratie moet er zijn, die niet van tevoren in de uitvraag is dichtgetimmerd. Dus ik vraag de architecten, als het mag in Dira, want dit is niet een samenvatting, maar een dilemma, waar we volgens mij nu over kunnen hebben, namelijk, hoe gespecificeerd willen jullie het eigenlijk hebben, lieve architecten? Dat wil ik graag even voorleggen. We zitten een beetje met de tijd. Ik zal Peter vragen om daar heel kort op te reageren. Maar dan wil ik voordat Peter reageert toch wel van jou horen, Erik. Want je kunt natuurlijk zeggen van ja, oké, dan gaan we anders die specificaties doen. Als die architecten nu met allerlei heel specifieke maatwerkachtige aanbevelingen komen. Maar kun jij dat dan ook leveren vanuit ProRail en NS? Kun je wel zo specifiek uitvragen? Wel, daar zijn we steeds beter in aan het worden. Dat gebeurt ook bij Rijkswaterstaat, dat gebeurt ook bij het Rijksvastgoedbedrijf. Het Rijk probeert zich juist verifieerbaar te gedragen in de sfeer van het uitrollen van een circulaire gave. Dat lukt ons allemaal wel. Mijn observatie is, doen we dan wel het goede? Is dat nou de bewegingsvrijheid, de interpretatieruimte, de experimenteerruimte die de architecten willen benutten om tot hele intelligente oplossingen te komen? Daar zit spanning tussen, vind ik. Dankjewel, Erik. Peter. Peter, je krijgt de ruimte voor één volzin om antwoord te geven. Als je dus een uitvraag krijgt straks, hè, om dat circulaire station te gaan bouwen, bijvoorbeeld ergens langs die Noord-Zuidlijn, misschien wel Nijmegen. Wat wil jij dan terugzien in die uitvraag? Hoe specifiek? Ja, allereerst is er een soort ogenschijnlijk dilemma tussen een soort generiek uitrollen en lokale en specifieke eigenschappen. En dat hoeft elkaar natuurlijk niet te bijten, daar ben ik van overtuigd. Dus dat kan echt samengaan, je kunt het uitrollen en toch locatiespecifiek zijn. Mijn eerste vraag zou zijn, richt zo specifiek mogelijk een proces op dat dit mogelijk maakt. Oké, het onderwerp was dit. Dankjewel, Peter. Daar kunnen alle opdrachtgevers mee aan de slag. Want een groot deel van opdrachtgeverschap is natuurlijk om dat proces vorm te geven. Dat proces, hebben we al geleerd, gaat een dans worden. En niet meer een soort van top-down structuur. Ja. Wij gaan deze eerste sessie afsluiten van deze week van de circulaire economie. We zijn om 11 uur alweer terug met een prijsuitreiking. ProRail Verduurzaamd Trofee. En de komende week hebben we nog op alle mogelijke manieren gesprekken, uitwisselingen over hoe we dat financieel, juridisch, qua ontwerp kunnen doen. Ik wil jullie allemaal enorm bedanken voor jullie inbreng van deze ochtend. En ik hoop jullie allemaal terug te zien in de loop van de week. Dank jullie wel allemaal.